30 Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 21 augustus 2015. Dit is het Bulletin van Vrijdag. Piraten worden steeds creatiever. RTV Maasdriel is al enige tijd gestopt met zijn uitzendingen. Hier zag de radiopiraat Emstad zijn kans en heeft zich aangesloten op de oude infrastructuur en begon met uitzenden. Het zendvermogen was 1 kilowatt en de piraat meldde dat ze zelfs in Engeland gehoord konden worden. Inmiddels is de pret weer voorbij, want dit bleef niet lang onopgemerkt en AT heeft de zender uit de lucht gehaald. Onduidelijk is of de daders gepakt zijn. Megan Maroney, presentatrice van Twit TV, is moeder van een tweeling. Leuke omstandigheid als je de Google Foto's en Facebook gezichtsherkenningsfunctionaliteit voor het inloggen bij die diensten wil testen. Die bleek overigens behoorlijk goed, maar gezichtsherkenning als tweelingen op elkaars account willen inloggen is makkelijk voor de gek te houden. Als beide jongens een foto van één van hen beiden voor beide accounts gaven, zag de gezichtsherkenning ze als één persoon en konden ze inderdaad beide op elkaars account inloggen. Zendamateur en liefhebber van manga? Opgelet, er is nu een manga-stripboek over de RTL-SDR. Te koop voor maar 648 yen. Michael Faraday en James Clerk Maxwell hebben de koppeling van magnetisme aan elektriciteit respectievelijk ontdekt en uitgewerkt in de vier Maxwell-vergelijkingen. Daardoor is het begrip elektromagnetisme ontstaan. De rechtstreekse rekenkundige correlatie tussen elektriciteit en magnetisme is daarmee formulematig vastgelegd en het begrip van het elektromagnetisch spectrum begint gestalte te krijgen. Het EM-spectrum dat loopt in frequentie en golflengte van radiogolven via microgolven naar zichtbaar licht, ultraviolet, röntgenstraling, gammastraling en tenslotte de hoogste frequentie, de kleinste golflengte van de kosmische straling. Het verband tussen frequentie en golflengte ligt daarbij schitterend vast in de formule lichtsnelheid in kilometers per seconde gedeelde golflengte is frequentie en dus ook 300.000 gedeelde frequentie is golflengte. Mooi hè, hoe cijfers beter aan kunnen geven dat iets klopt dan letters. Fotonen op uiteraard lichtsnelheid zijn daarbij de dragers van de energie. Maar ook elektronen in hun dynamische staat, dus stromend, zijn dragers van energie. Elektronen reizen dan met bijna de lichtsnelheid in het vacuüm van de ruimte, vertragen dan wat in de atmosfeer en vertragen nog iets verder als ze zich door een draadje wurmen, maar hebben dan nog steeds 2/3 van de lichtsnelheid. Het minuscule elektron, zoals we eerder zagen met slechts 1/1634ste deel aan massa van het proton en neutron, is in snelheid vergelijkbaar met het proton. Het grote verschil is dat het foton niet kan stilstaan, maar een elektron wel. Die kan van statisch dynamisch worden. Het propagatieonderwerp ging vorige keer over de maximaal bruikbare frequentie, de MUF, en de minimaal bruikbare frequentie. De maximaal bruikbare frequentie is er zowel voor de E-laag als voor de F-laag, de zogenaamde E-MUF en de F-MUF. Vooral de F-MUF varieert sterk gedurende een dag, het seizoen en met de activiteit van de zon. Op basis van oude waarnemingen kun je zien hoezeer dat op een bepaalde plaats het geval is en wat de maxima en de minima zijn qua mogelijkheden op die plek om verbindingen te maken. Op basis van statistiek kun je met die historische gegevens goed voorspellingen doen van wat er op een bepaalde plek, op een bepaald tijdstip, op een bepaalde frequentie mogelijk is. Er is heel goede software hiervoor beschikbaar, met name het programma VoACAP, waar gegevens over een zeer lange periode in verwerkt zijn, is een van de betere. VoACAP is zowel online als in de vorm van software beschikbaar. Het is ontwikkeld door de Voice of America, dat zit ook in de naam, hè, VOA, voor de programma's die de zender zelf inmiddels bijna niet meer op de korte golf uitzendt. De volgende keer dan hebben we het over de ALF, het veel minder bekende begrip dan de MUF, de Absorption Limiting Frequency. En dat heeft alles te maken met de D-laag. Dan nog even korte berichten. In Amsterdam is tijdens sale een droneverbod van kracht, waardoor niet gevlogen mag worden boven de parade of boven aangemeerde schepen. Het verbod wordt gehandhaafd door de Amsterdamse politie. In Amsterdam draait momenteel op de locatie waar ook de repeaters voor D-Star en DMR staan een System Fusion repeater in een testopstelling. De repeater is in FM te werken met CTCSS 88,5 Hz aan en hij werkt op 438225 met min 7,6 MHz shift. De morsetekens voor vandaag: Hotel, Echo, Sierra,